Jeroen, 1-5 verlies. Ja, het was een zware wedstrijd. En ik denk dat je tegen ja, misschien wel het beste Racing Genk gebotst bent vandaag dat ik dit seizoen al gezien heb. Ja, dat klopt. Ondanks dat ik voor de wedstrijd het wedstrijdbad gezien had en dat er toch een paar speelsters ontbraken, zoals een Kelly Paulus en meerdere speelsters alleszins. Dus ik zag het eigenlijk wel hoopvol voor de wedstrijd. Alleen, ja, ze hebben echt de diepgang gebracht wat dat Anderlecht dinsdag eigenlijk ontbrak tegen ons. En daar hebben ze wel ten volle van geprofiteerd. Ja, die snelheid die eigenlijk ontbrak vroeger bij Racing Genk, was er plots vandaag wel, hè? Ja, en niet alleen de snelheid, op het juiste moment inschuiven, verdedigers die meegaan, die overlappen. Het zat heel goed in bij Genk. Spijtig genoeg voor ons. Hè? Ja, want het was moeilijk, hè. Je komt dan op 0-3 en ja, dan is het rust. Wat zeg je dan nog? Het enige wat we dan kunnen doen, en dat heb ik tijdens de rust ook gezegd, is blijven werken. En werken voor de ploeg, werken voor jezelf, werken aan de conditie. We hebben een maand en een half stilgelegen met de winterstop. Geen wedstrijden gespeeld, puur getraind. Er waren er veel meer examens, een paar gekwetsten bij. Dus het enige wat we nu kunnen doen is opbouwen, conditioneel opbouwen, qua voetbal opbouwen en werken naar volgende wedstrijden. En liefst klaar staan binnen 2 weken tegen 10. Ja, want dan zou het eigenlijk wel moeten, hè? Ja, dan moeten we er staan. Dan moeten we er klaar voor zijn. En dan, al zijn we niet conditioneel fit, als we er 100% voor gaan qua mentaliteit, dan kunnen we er altijd iets rapen. Maar ik denk dat die mentaliteit bij dit KSG Heist wel goed zit. Het is wel ongelooflijk om te zien hoeveel tegendoelpunten we al gekregen hebben, hoeveel wedstrijden dat we eigenlijk al verloren hebben. Ja, we proberen wel dat blok te houden en dat goed recht te zetten. De organisatie staat er wel. Maar altijd blijven werken, ongeacht hoeveel tegengolen er altijd staan, dat is echt chapeau.